De laatste ei-woorden van het derde leerjaar. Jullie hebben in het begin van het schooljaar al deze ei-woorden geleerd. De keizer, de maand mei, de wei, het eiland, het einde, het paleis. Daar komen nu nog 6 nieuwe woordjes bij. De eikel, de meiden, de pleister, het geheim, eigen en weinig. Bij ei-woorden kan je niet horen hoe je ze moet schrijven. Je moet dat onthouden. Het kan met een korte ei zijn of met een lange ei. Dat moet je onthouden. Bij weetwoorden kan je een verhaaltje verzinnen met de woorden van de week. Dan onthoud je ze het beste. Dus met deze nieuwe woordjes zou je kunnen een verhaaltje verzinnen en het op die manier in je hoofd steken dat al deze woorden met een korte ei geschreven worden. Overlopen dit stuk. Bij de korte ei schrijf je best eerst de e. Eerst e, dan de ei, anders wordt het i. Er zijn meer woorden met een lange ei dan woorden met een korte ei. Daarom gaan we alle woorden met een korte ei onthouden. Deze woorden klinken hetzelfde, maar je schrijft ze anders, omdat ze iets anders betekenen. Het gaat dus over deze woorden. Zij, dat kan je schrijven met een korte ei, dan is het zij van zeggen. Zij met een lange ei, zij van mensen. Bijvoorbeeld, zij spelen in het bos met het lange ei. De wei, dat is waar de koeien in staan, is met een korte ei. Wij met een lange ei gaat over mensen. Wij spelen in het bos. Mei met een korte ei komt van de maand mei. Mei met een lange ei gaat over mensen. Dat is van mij. Dat boek is van mij met een lange ei. Dus de woorden van de week en de extra woorden zijn nu alle ei-woorden die we moeten onthouden in het derde leerjaar. We gaan ze nog eens overlopen. De keizer, de maand mei, de wei, het eiland, het einde, het paleis. De eikel, de meiden, de pleister, het geheim, eigen en weinig.